Zo, SDG Nederland, nationale vlaggenactie. Hij is de vlag voor de SDG's. De 17 doelen. Doe mee. Oké, okay, deze vlag kun je bestellen. Voor het derde jaar wordt eind september door het hele land. De vlag geheven voor de SDGs. Met de vlagactie laten organisaties, gemeenten, bedrijven, burgerorganisaties. Dat uh, vinden we heel interessant. Welke burgerorganisaties? En scholen zien dat ze deel uitmaken van deze mondiale beweging. Het is een beweging, mensen. Het is mondiaal. Maar daar komen we zo op terug. Doe jij ook mee dit jaar? De website is sdg. Nederland.nl, zoek het even op mensen. Hier is uh, vandaag weer een bericht over de NPO. Ongehoord Nederland bereikt grens met racisme-item. Dus uh, dat is ook iets waar ik nog even wil, uh, over iets wil zeggen, maar nu even niet. Wij wapperen met de blauw-wit-rood vlag. Maar 23 september, vrijdag mensen. Mensen vragen mij ook, ga je wat doen? Wat is er te doen die dag? Ja, er zijn vele tegenacties gelukkig. Van de Nederlandse hogescholen tot onze ambassade in het verre buitenland, de vlag zal vrijdag 23 september overal wapperen. Zo laten we elkaar zien dat we klimaatactie, gendergelijkheid, biodiversiteit en eerlijk werk hoog in het vaandel hebben. Aaah. Ah, ah. Nou, voor 24 euro kan je die vlag bestellen. Dat is uh, best wel duur natuurlijk. 18 euro en ook nog uiteraard uh, verzendkosten. Hier staat er een duurzame maatschappij in 2030. Oké, okay. is dit democratisch? Oh nee, mensen, dit is echt een hot item en ik weet dat heel veel mensen dit interessant vinden. Daarom dat ik deze video even snel maak. Het is te veel om voor te lezen mensen, maar ik zou zeggen zoek de website even op, lees je in. En uh, vraag je af: leven we nog in een democratie of leven we nu in een SDG-doelen, dictatuur, <kuggen> overheersing, bezetting? Dat denk ik wel, ja. Kijk, hij beweegt het rad van fortuin, het rad van onfortuin. 17 doelen, mensen. Leer ze uit je hoofd en leer ook de betekenis kennen. Zoek deze website even op en maak een mooie protestactie tegen deze beweging, mondiale beweging deze vlaggenactie. Wij zijn bezig met de vlaggenactie blauw wit rood en boerenzakdoek. Ik denk dat ik hier binnenkort eens even langs ga Koninklijk Instituut voor de Tropen, Mauritskade 64. Stichting STG Nederland. Oké. Okay en je kan ze ook mailen info.sdgneland.nl. Laten we ze ook een mailtje sturen wat wij er zoal van denken. Want laten we ze vooral dit even opsturen mensen. Het klinkt zo mooi, duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Maar wat wordt er bedoeld mensen? Deze folder gaat viral nu. Hij wordt extreem veel gedeeld. Helaas is hij niet helemaal hier goed in beeld dit laatste stukje hiernaast. Zoek de flyer even op op infoflyer.nl. En het enge is ook, namelijk, wat ik hier nog bij zag staan, dat vergeet ik even, kijk. De vlaggenactie is een initiatief van, nou dat hebben we net gezien, SDGNL, VNG, weet niet wat dat is. De Global Impact Network Netherlands, de Global Impact, Compact, sorry. Het zal ook impact hebben. En Rijksoverheid, Rijksoverheid hoort democratisch te zijn. Hier zit mijn kat een beetje te grommen. Een beetje te spinnen, dan weten jullie dat. Op de achtergrond hoor je dat misschien. Zoek het even op, mensen. Dit is Hot Item: 17 doelen die de wereld verbeteren. Oh, Jennifer Lopez, die er nog steeds jong uitziet. Daar heeft ze ook speciale elite technieken voor. Hoe lang duurt het filmpje? Drie minuten. Nou, dat uh, zal ik ook even erbij zetten, de links. Ik ben in de kelder. Mijn kat is erbij. Het is een beetje rommelig hier in de Kelder. Even kijken. Hé. Hey. De duurzame ontwikkelingsdoelen starten in 2015 en lopen nog tot 2030. Agenda 2030. We hebben het vaak gehoord. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en klimaatcrisis. Het zijn opvolgers van de Millenniumdoelen die liepen van 2000 tot 2015. Achter de 17 doelen zitten 169 targets. Die maken ze nog concreter. Oké, okay, interessant. Nou, dit kennen we allemaal. Dit is een lang verhaal. Zoek het even uit, mensen, om een goede actie tegen te kunnen doen. Partnerschap om doelstellingen te bereiken. Oeh. Nou, dit is allemaal een heel lang verhaal, mensen. Ik ga jullie nog even hiernaar doorverwijzen. 17 kritiekpunten op de SDG-doelen. Mooi in beeld, maak een screenshot of zoek deze flyer even op. Deel de flyer ook met de website van de SDG-doelen. Dit is een keiharde realiteit, mensen. Word wakker. Alsjeblieft, voor het te laat is en maak mensen wakker voor het te laat is dat ze hier meelopen in deze parade van de elite, van de leugens. De leugen regeert, de Great Reset, de opmaat naar een neocommunistische totalitaire staat. Dus nogmaals, we zijn erbij met team burgerplicht op persoonlijke titel, ook als Max... Tijd voor actie. Kom jij ook naar de SDG Action Day? Klik hier voor info. Zoek waar de Action Day is bij jou in de omgeving, 23e tot 27e. Kijk, ook nog. Turn it around. Zie je, dit is ook nog een mooie verwijzing. Op meerdere locaties zullen wij een statement kunnen maken tegen de SDG-doelen. Apathie Actie. Turn it around. Het hoofdevenement. In Amsterdam, goed zo. Daar wil ik lekker naartoe. Dat is ook voor mij dichtbij. Mijn kat is lekker bezig hier aan het worstelen met mijn stoel. Even kijken. Ja, schokkend mensen. Schokkend. Ook weer niet democratisch besloten dat de gemeente Amsterdam hier zo mee bezig is. Ik ga het afzonderen, mensen. Afsluiten. Ik moet ook naar mijn afspraak. Sluit je aan, mensen. Ik zal nog een promo laten maken. Dit is een eerste promo voor 23 september maar het is niet alleen 23 september zoals we lezen het is meerdere dagen vier dagen sowieso en het schijnt nog meer dagen zo te zijn kom in opstand tegen de SDG doelen mensen tegen de great reset build back better agenda de new world order hier kijk even op de website en uh, je komt van alles tegen over uh, en dan is het ook geen complot kunnen ze niet zeggen dit is een complot waar je het over hebt want het staat gewoon op hun eigen website en wij brengen het aan het licht, de duistere gevolgen van de doelstellingen die het heeft op de mensheid. Groetjes.